Kunstenaar Marcel Pinas gaat de strijd aan om het terrein van het voormalige Suralco ziekenhuis in Mungo, dat is uitgegeven door de overheid aan een particulier, terug te krijgen. Het terrein was in bruikleen gegeven aan stichting Kibi van Pinas, onder meer voor het organiseren van het Mungo Festival. Op die plek kon de jeugd van Mungo hun creatieve talenten tentoonstellen. De stichting was zeer verbaasd toen zij enkele maanden geleden erachter kwam dat het terrein was afgestaan aan een particulier. Het districtscommissariaat en het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer ontkenden echter dat de plek zou worden uitgegeven. Nu blijkt het toch zo te zijn, zegt Pinas. Afgelopen periode werden we geconfronteerd met landmieten die kwamen. En wij van onze kant uit hebben contact opgenomen met de instantie, met ROGB, met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, met domeinkantoor. En wij werden voorgehouden van het wordt niet uitgegeven, snap je? En, maar nu blijkt dat het wel een feit is. En weet je, als initiatiefnemer van het project, weet je, ja, we pikken het niet. Het kan niet zo zijn dat, weet je, daar waar we al een stukje geschiedenis hebben opgebouwd, waar we bezig zijn met de jeugd, weet je, waar het is al een internationaal podia dat we hebben opgezet voor de wereld, maar ook voor Mungo, voor de jongeren, om hun talenten te presenteren. Weet je, dat er zo wordt omgegaan met waarmee we bezig zijn, weet je, en dat kan gewoon niet. Dus wat wij vragen van de overheid, van de instantie, om weer goed ernaar te kijken. En wat wij eisen is dat het terug wordt gedraaid, weet je. Pinas zegt dat er nu acties op touw worden gezet om de uitgifte terug te draaien. Hij gaat verschillende instanties aanschrijven. Verder staan gesprekken met regeringsfunctionarissen op het programma. Vandaag is hij ontvangen door de vicepresident. We gaan echt opkomen voor onze rechten en waarin wij geloven. Want hoe je draait of keert, kijk, het gaat om kunst en cultuur. En op zo'n manier zie je dat kunst en cultuur niet belangrijk is. Maar het kan liggen aan een fout dat er is gemaakt. En we hopen dat ze dat inzien en zeggen van, we hadden het mis, we draaien terug. Ten slotte, het Mungo Festival is toch wel nu een begrip in de samenleving. Heb je al nagedacht van hoe dat ook verder aangepakt gaat worden door deze situatie? Nee, kijk, het Mungo Festival, dat is al een onderdeel van de gemeenschap. Hoe je draait of keert, nu al. Praten mensen al over volgend jaar, wat we allemaal gaan doen. Hoe ze het zien, hoe ze het, weet je, hoe ze het willen. En de gemeenschap die speelt daarop in. Want mensen beginnen al vast te investeren. En het zou zonde zijn als het zou moeten ophouden. Weet je, want om een andere plek uit te gaan zoeken. Weet je, mensen zijn al gewend met het plek. En het is niet eens een plek van Kibi, van de organisatie die de Mungo Festival vormgeeft. Maar wij zien het meer als een plek voor de gemeenschap. Dat iedereen daar activiteiten kan houden. Alleen in de periode van het Mungo Festival, dat wij erover beschikken. En dat is een onderdeel van onze cultuur. Dat is een onderdeel van hoe wij leven. En ik denk niet dat het een goed idee is om het uit te geven. Ja, ik vind het een heel trieste situatie. Want ik had veel geloof in stichting Kibi. En ik had veel gepland dit jaar te doen. En plotseling hoor ik van dat het terrein weggegeven is. Dus ik heb echt mijn toekomst nu helemaal kwijt. Want ik zou me gaan verdiepen in film, fotografie en wat meer dingen, muziek. En elk weekend ging ik naar Mungo om mijn werk te doen, maar plotseling is het weggegeven. Ja. Wat ben je van plan te doen om toch wel een bijdrage te leveren om te kijken van hey, misschien kunnen we toch wel het terrein terugkrijgen? Ik vraag aan de overheid, laat ze de jeugd van Mungo helpen om het terrein terug te
te krijgen. En dat we echt ons talent willen uiten met dat gebied, met dat plekje die echt weggegeven is. Dus we vragen echt de overheid om iets te doen voor Marowijnen. Marcel Pinas gaat de strijd aan om het deel van het terrein van het voormalige Suralco ziekenhuis in Mungo, dat is uitgegeven aan een particulier, terug te krijgen.